Welkom bij Colton Talk. Ik ben Joran van Kamp, 25 jaar, aanvaller bij La Louvière. Mijn inzichten van een dagelijkse routine is redelijk simpel. Ik sta op rond 7:30 uur, dan kom ik naar de club. Ik ben hier meestal ook als eerste. Dat is rond 8 uur ongeveer. Neem ik rustig mijn ontbijt. En dan zet ik mij hier even neer en probeer ik het dagelijkse nieuws een beetje. Scroll ik een beetje op mijn gsm, lees ik een beetje de krant. En dan ga ik naar de fitness voor mijn pre-warming-up. En dan begint de training. En dan na de training doen we nog wat extra in de gym. En dan eten we onze lunch en gaan we weer naar huis. En zo is ongeveer mijn trainingsdag. Aanvaller, doelgericht, ja, technisch. Mijn ambities en mijn doelen voor dit seizoen zijn nog sowieso promoveren met La Louvière om volgend jaar in 1B aan de slag te kunnen. En zelf ook proberen topscorer te worden van de competitie. Er zijn er eigenlijk twee. Drie ongeveer. Ik heb twee titels al op mijn naam staan, samen met Anderlecht en met Beerschot. Dus dat is een mooi moment. Maar het mooiste moment blijft de bronzen medaille op het WK onder 17. Dat was eigenlijk het mooiste moment tot hiertoe in mijn carrière. Het mooiste souvenir dat ik overhoud aan het WK onder 17 is natuurlijk sowieso de bronzen medaille zelf. Maar vooral dat ik persoonlijk in het team van het toernooi stond.